Hey beste leerling, je zal zo meteen beginnen aan de taak over Jan van Eyck, een van de grootste schilders die de middeleeuwen gekend heeft. Hij behoorde tot groep de Vlaamse Primitieven, of liever Le Primitif Flamande, een titel die ze pas later gekregen hebben en die eigenlijk een beetje lachten met de kwaliteit die ze toen maakten. Maar laat dat duidelijk zijn: de mannen, die Vlaamse Primitieven, ze waren zot. Ze waren geheerd over de hele toenmalige wereld. Waren behoorlijk rijk en schilderden voor de belangrijkste mensen van die tijd. En heel speciaal is wel Jan van Eyck. Hij woonde onder andere hier in Brugge, al reisde hij heel Europa langs, om aan de hoven van belangrijke mensen, zoals de koningen, de keizers en de bourgondische hertogen, schilderijen te maken in opdracht van hen. Maar natuurlijk niet alleen van hen, maar ook van gewone rijke mensen die het zich konden permitteren. Dat hun koopman Arnolfini, die hier in Brugge woonde, die heel graag het huwelijk van hem en zijn vrouw op een paneel wou hebben. En poef, wie moest je dan hebben? Jan van Eyck. Jan van Eyck zal ook deel uitmaken van de geschiedenisdag. Sommige roepen van jullie zullen Jan van Eyck zien of gezien hebben, na gelang wanneer je deze taak moet maken, of zullen helemaal niets van Jan van Eyck tegengekomen zijn. En daarom willen we toch met twee lesjes jullie Jan van Eyck leren kennen. Het is een simpel systeem. Je krijgt uitleg van mezelf en van meneer Van Rijbroek via deze PowerPoint. Je krijgt een aantal zaken uh, te horen, te lezen en telkens een opdrachtje. En vergeet ook niet: er zit een heel leuke, vrijblijvende, maar toffe opdracht aan vast. Of laten we hem toch niet vrijblijvend maken? Bij deze de uitdaging. Als je heel de oefening gemaakt hebt en ondertussen dan alles weet over Jan van Eyck en de Vlaamse primitieven, dagen we jou uit. Om dezelfde afbeelding te maken, zoals het portret van Jan van Eyck. Je hebt er net op geklikt. Je kent de meester, dus die altijd afgebeeld stond met die rode tolband. Wel, kan jij dat schilderij perfect namaken? Dat wordt de uitdaging helemaal op het einde. Maar eerst iets meer leren over die belangrijke man, die Jan van Eyck. Veel succes!